zover een heleboel urgenties. En, urgenties die ons hopelijk weer hebben wakker geschud even. Maar ik denk dat we ook wakker geschud zijn door een aantal mooie hoopvol voorbeelden die we gezien hebben de afgelopen 5x5 minuten. Voorbeelden die tonen dat er wel een toekomst is. Hè? Dat we misschien zeker nog mogen dromen over, over heel wat moois en heel wat oplossingen. Maar die ook tonen dat het niet alleen lukt. Dat is misschien het, de grootste gemeenschappelijke deler die de projecten naar voren schuiven. Het lukt niet alleen om die Venn-diagrammen te overstijgen, om die te doorbreken. En dat is waarschijnlijk ook de redenering geweest van de organisatoren om te zeggen, we gaan geen dialoog houden met twee mensen, maar we gaan Nick meteen even samenzetten met zeven mensen. Dus dat wordt de uitdaging voor mij vanavond. Ik wil ze in ieder geval al voor jullie even voorstellen, want ze vertegenwoordigen inderdaad de verschillende luiken die daar straks ook al zijn aangehaald, om eens een keer na te gaan van hoe kunnen we inderdaad die cirkel wat verder doorbreken en die handen wat meer in elkaar slaan. Ik stel ze graag even aan jullie voor. Erwin Goegebeur is departementshoofd van de PXL Met in Hasselt. Pascal Kools, directeur Flanders DC. Annelies de Vet hebben jullie al mogen ontmoeten vanavond. Philippe van Kouteren, artistiek directeur van het SMAC in Gent. Katrien Laporte, directeur van het Design Museum in Gent. Kurt is ook al een bekend gezicht. En last but not least, Dirk Snouwaard, artistiek directeur van het WILS. Een applaus voor onze gasten, zou ik zeggen. De stoel zit alvast onbetaalbaar lekker. Dus als de prijs nog wat omhoog kan gaan. Zorg voor dragen die. Dat gaan we zeker doen. Ik gaf het al aan. Een van die gemeenschappelijke delers die we toch wel konden erkennen in de verschillende projecten was het doorkruisen van die verschillende gebieden waarin gewerkt werd, verschillende disciplines. Het verlaten van het eigen pad ook wel. En daardoor ook misschien de weg bewandelen tussen wat vroeger tegenstellingen waren. Een aantal keren is het bij de urgenties naar voren gekomen dat bijvoorbeeld lange tijd economie en maatschappij of de aandacht voor de een of de andere per definitie zou uitsluiten. We voelen allemaal wel dat er ergens iets niet klopt, maar de perceptie is wel vaak zo. En ik wou eens even vragen bij een aantal van onze gasten hoe zij daar naar kijken. Laat ik misschien even met jou beginnen, Pascal, omdat jij natuurlijk ook op het snijvlak zit. Hè? Snijvlak tussen de innovatie, zowel aan de, hoe zou ik zeggen, aan de marktzijde, maar ook aan de maatschappelijke zijde nu, als we het zeker het discours vanavond mogen volgen. Hoe kijk je naar tegenstellingen in het verlengde van elkaar, economie, maatschappij, hoe zie jij ze? Ik zie er helemaal geen tegenstelling meer in. Ik denk dat dat heel artificieel is om die tegenstelling op de spits te willen drijven. Als je gaat kijken wat vandaag de sociale innovatiefabriek doet. Ik weet niet of die gekend is, die organisatie, maar die stopt redelijk wat middelen in het ondersteunen van projecten waar je echt op zoek gaat naar sociale innovatie, maar dan waar je ook heel vaak sociale ondernemers ziet naar voren komen. Als je kijkt wat een Arnoud Raskin vandaag doet, als je aan hem vraagt, wat ben je nu? Ben je designer? Of ben je sociale ondernemer? Ik denk dat hij het tweede vandaag gaat zeggen. Maar hij doet alles vanuit een maatschappelijke visie. En ik denk, de twee moeten echt niet tegengesteld staan. En dat is ook echt iets waar we naar op zoek gaan. Waar we in het verleden met Flanders DC al naar op zoek zijn geweest. En we hebben een dertigtal projecten opgezet waar we toegegeven breder gingen dan design. We hebben ook modeontwerpers, muzikanten, beeldende kunstenaars en Koen van Mechelen bijvoorbeeld samengezet met onderzoekers met bedrijven ook effectief om op zoek te gaan naar nieuwe realiteit, nieuwe inzichten. En dat konden soms zelfs nieuwe producten zijn, af en toe. Maar dat was zelfs een minderheid. Een meerderheid ging over het zoeken naar nieuwe inzichten. Die dat bedrijf dan soms wel kon gebruiken, maar waar die kunstenaar of die designer, die modeontwerper, die muzikant zelf ook wel mee aan de slag kon gaan. Het moet elkaar niet uitsluiten.
Maar ik denk dat één ding ook wel duidelijk bleek als ik jouw discours hoor en ik beluister de verhalen van zo net. Dat het tonen en ze op een rij zien van deze voorbeelden op zich een katalyserend effect kan hebben. Niet alleen om er meer te krijgen, maar misschien ook om ze inderdaad te laten ontdekken door mensen die een aanvulling kunnen plegen langs de meer economische zijde van het verhaal. Want vergis je niet, niet alleen de stoel, maar een heleboel van die projecten kost energie, hè? Kost arbeid en verdient dan ook een model. Wat tot leefbaarheid leidt. Wat betreft dat tonen. Misschien eens even bij Philippe vragen. Van als het gaat om tonen van dit soort nieuwe type projecten. Of ja, we kunnen ons de vraag stellen. Zijn ze zo nieuw? Hè? Want we hebben in de afgelopen decennia, zeker binnen de kunsten, ook heel wat sociaal engagement gehad. Maar wat maakt het nu anders om deze dingen te moeten tonen in een cultuurtempel ten opzichte van de meer klassieke benadering? Ja, ik denk dat we al iets te snel in het debat tot dit onderwerp komen eigenlijk. Dat we daar nog, weet je, dat je nogal een snelle vaart neemt. Je wil nog even opwarmen. Maar eerst en vooral wil ik zeggen dat de drie teksten, de tekst van Kurt, van Lies en van Pascal, de inleiding start drie keer met verwijzing naar de situatie van Brussel, 22 maart. En terecht ook. En duidt ook de precaire situatie aan die zich voordoet, die zich vandaag voordoet. Maar eigenlijk is die precaire situatie al veel langer aan de hand. En blijkbaar hadden wij hier in het Westen, in België, in Brussel en omstreken, een soort wake-up call nodig voor aleer we eigenlijk ons bewust werden van wat er vermoedelijk aan de hand zou kunnen zijn. Want wat we blijven doen, keer op keer blijven doen, is eigenlijk naar binnen kijken. In de plaats van naar buiten toe te kijken. En dat is iets waar ik van denk dat ook het geval is voor musea. Dat is ook iets wat ik merk dat ook de medewerkers van het SMAC van het eigen museum vaak doen. Naar binnen kijken en niet naar buiten kijken. Omdat het natuurlijk makkelijker is om naar binnen te kijken dan naar buiten te kijken. Omdat het een comfort geeft om vanuit denkkader te werken, vanuit methodes te werken die je eigen bent, die je al kent. En waarvan je weet, als ik die morgen opnieuw herhaal, dat ze succesvol kunnen genoemd worden. Want dat is toch meestal het paradigma waarin we denken. Succes. Economisch succes, of artistiek succes, of zeg maar menselijk succes. Terwijl dat ik vermoed dat in de samenleving waarin we nu leven, begin van de 21e eeuw, die volgens mij vergelijkbaar is met het begin van de 20e eeuw, in de moerasachtige, onzekere, crisisachtige situatie, waar er heel wat verschillende dingen op het spel staan, dat we misschien er sterker zouden kunnen uitkomen als we zouden durven denken vanuit de notie van, zeg maar, de mislukking en van de twijfel. Dat we zouden kunnen denken vanuit een aantal paradigma's die vandaag sociaal niet geaccepteerd zijn, hè, maar waaruit wel heel wat artistieke of creatieve processen zouden kunnen voortkomen. Hè. Want ik denk dat zowel de mislukking als de twijfel twee begrippen zijn waarvan het artistieke proces of het designproces eigenlijk doorwrongen zijn. En waarvan eigenlijk ook de dagelijksheid die we allemaal beleven doordrongen zijn. En ik denk dat dat eigenlijk een gemeenschappelijke deler is van waaruit verbindingen zouden kunnen ontstaan, zelfs veel meer dan vanuit veel middelen, ideeën, processen, procedures, zoals we elke dag met meer en meer mee geconfronteerd worden, die door overheden worden verzonnen, bedacht en door anderen worden uitgevoerd. Dat als een kleine inleiding. Ja, dat is een stevige aftrap, zou ik zeggen. Voilà. ik hoor daar twee dingen in het ik hoor daar een heleboel dingen in, maar twee die in ieder geval mooie aanleiding geven om wat verder in te zoomen met iemand die dat dagelijks doet, Annelies, als jij zo met een uitdaging, maatschappelijke uitdaging, aan de slag gaat. Ik kan me voorstellen dat die momenten van twijfel, dat die momenten van het tussen de categorieën vallen, hè, van waar je normaal gezien, in termen waarvan je normaal gezien denkt, dat misschien ook wel een stukje de aantrekkingskracht is van de projecten waarin je engageert. Hoe ga jij aan de slag als je met zo'n uitdaging start? Nee, waar ik meteen aan denk is vooral het project wat ik in Palestina doe, het Disarming Design from Palestine. En ik merk wel dat het
gewoon überhaupt het zijn daar als Westerse vrouw me iedere keer in twijfel stelt. Of me iedere keer confronteert met wie ik ben, wie zij zijn, wat voor samenleving we hier leven, wat voor samenleving zij daar leven, wat de relatie is tussen, wat ook onze verantwoordelijkheid is als onze samenleving ten opzichte van hen en de politieke constructies. En wat dat betekent op een individueel niveau. Dus worden constant geconfronteerd met existentiële twijfels. En misschien is, en ik merk wel heel vaak dat eigenlijk gewoon het ontwerpen of het doen van ontwerpen of het maken van dingen of het samenspreken over het maken van dingen, dat dat een middel is om je te kunnen verhouden tot die twijfel. Of je te kunnen verhouden tot die complexe realiteit. Of het een middel is om samen te komen of om elkaar te leren kennen of om tot andere gesprekken te komen. Dus dat het ontwerpen aan zich eigenlijk de connector kan zijn en de katalysator kan zijn. Dus in die zin trekt het aan omdat het je nooit bevestigt. Omdat het je telkens opnieuw op scherp stelt en opnieuw nadenkt over waar je staat en wat ontwerpen kan betekenen. Of niet per se wat ontwerpen kan betekenen, maar wat je als mens kunt betekenen. Of wat je kunt doen of wat je met je middelen kunt inzetten en hoe je kunt verhouden tot die realiteiten. Ja, je verwees naar je project in Palestina. Je vertelde me voor dat toen we eerder deze avond elkaar zagen, dat je nu al aan de 10e editie van je atlas aan de slag bent. Telkens in een andere context. Is dat ook niet wat het tegelijkertijd moeilijk maakt? Namelijk dat je inderdaad door het telkens opzoeken van die nieuwe context telkens maatwerk moet leveren, waardoor het... Als we het hebben over de waardecreatie of de economische aspecten daarvan, maakt het dat extra moeilijk? Hoe bedoel je economische aspecten? Nou, in de zin van, we hebben een groot deel van de economie dat nog steeds gebaseerd is op het kunnen heruitrollen van bepaalde processen, van bepaalde de herhaling van bepaalde... Nee, er zijn twee dingen. Wat ik heel mooi vond is wat Maarten zei van Rotor over holistisch denken. Ja. Holistisch en holisme heeft een hele vreemde connotatie, maar vooralsnog weet ik ook geen beter woord, wat eigenlijk precies dat benoemt. Wat ik heel erg belangrijk vind binnen de artistieke praktijk, mijn ontwerppraktijk, om na te denken dus ook over het economisch model, ook over het hergebruik of de materialen, de betekenis, of op wat voor manier het impact plaatsvindt. Dus bijvoorbeeld met Disarming Design van Palestine is dat hele holistisch denken absoluut onderdeel van het ontwerpproces. Subjectieve atlassen, waar je nu op doelt, is dat model misschien minder prominent aanwezig, maar de laatste atlas is van Pakistan, waar met kunstenaars daar heb gewerkt. En waar natuurlijk ook... 1-0 onzekerheid voor mij, want het is een totaal andere realiteit, maar wel dezelfde professie en waardoor je op een hele snelle manier tot elkaar verhoudt. Dat vond ik heel mooi in het verhaal van Amina, hoe dus door het proces en door het nadenken over de identiteit voor Versailles, ze ook zichzelf in vraag stelt van nee, ik heb geleerd om op die manier te kijken, ik heb geleerd om te luisteren of om geleerd, het komt niet een eenduidige identiteit uit, maar het daar zijn is een middel om die gemeenschap te triggeren om na te denken over de eigen identiteit. Dus dat is, dat vind ik een hele mooie manier van effect wat een ontwerper kan hebben. En ik denk dat dat onder meer ook met Subjectieve Atlas van Pakistan mede plaatsvindt. Dat doe ik samen met een Pakistaanse kunstenaar. En het is op basis van vertrouwen. Of we leren elkaar kennen, we spreken elkaar en ik denk, ja, het is, ik kan, we staan er hetzelfde voor. Dus daarmee biedt het heel veel ruimte en vertrouwen elkaar en ontstaan er dingen. Als je nu terugblikt, want je duidt nu op een heleboel dingen waar je als ontwerper eenmaal je aan de slag bent, mee geconfronteerd wordt, waar je in moet groeien gedurende. Is dat iets waarvan je zegt van, dat heb ik vooral aan mijn opleiding te danken? Of hoe kijk, want je staat nu zelf ook voor de klas, zal ik maar zeggen. Of in de klas. Is dat iets wat je jouw studenten probeert mee te geven? Skills om met die twijfel, met die onzekerheid, met die telkens weer een nieuwe context in te gaan? Ja, ik vind dat het doel van educatie is nieuwsgierigheid triggeren. En het is niet kennis overbrengen. Dus het is niet een bepaalde hoeveelheid kennis proberen in een ander hoofd te stampen. Maar een omgeving te bieden waarin kennis kan ontstaan. Waarin kennis gedeeld kan worden. Dat zijn altijd groepen studenten.
studenten van verschillende culturele achtergronden met waanzinnig veel verhalen en kennis. Ik denk, zo'n educatie moet dan een manier zijn om mensen van elkaar te laten leren. En ze daarmee ook met elkaar te laten confronteren. Er zijn heel veel culturele misverstanden, of niet eens culturele misverstanden op alle niveaus. En dat maakt het ook interessant en scherp. En moet het een soort veilige omgeving zijn waar je kunt falen, waar je kunt experimenteren, waar je fouten durft te maken om daarmee op misschien op heel ander soort terreinen uit te komen, op andere dingen. Om ook met jezelf geconfronteerd te raken. Ja. En ik denk dat is wel iets wat ik bewust meeneem in het nadenken over onderwijs. Erwin, jij staat ook in een gelijkaardige context, hè, waar je nu ook aan de knoppen draait van hoe je een curriculum herschrijft. Lijken mij een aantal mooie uitdagingen voor te liggen. Ja, nee, want ik kan daar eigenlijk aan zich weinig aan toevoegen. Het is heel belangrijk dat wat Annelies zegt klopt. Een School of Arts waar beeldende kunsten gedoseerd wordt. Het gaat natuurlijk voor een stuk ook om techniciteit, of je dat dan kennis noemt of techniek in de ateliers. Dus mensen komen toch ook naar een School of Arts om beter te leren schilderen, ontwerpen, vormgeven, beeldhouden, noem maar op. Dus dat stukje zit erin. Maar tegelijk is wat jij zegt absoluut de basis van wat wij denken eigenlijk alle Schools of Arts, met name in Vlaanderen, nastreven, is dat experiment. Die vrijheid van denken, dus een kunstenhogeschool onderscheidt zich denk ik van de andere hogescholen, van de andere vormen van onderwijs, omdat daar inderdaad die ruimte moet zijn voor dat experiment. Ik hoorde ook naar buiten kijken. Dat ook, dus dat je het gaat voor een stuk om het kweken van attitudes, zoals we bij alle projecten die voor een stuk ontstaan zijn, denk ik, misschien door de opleiding, maar ook door het sociaal engagement of de ondernemings zijn of een combinatie van beide, van die mensen die dat vandaag gepresenteerd hebben. Als je Amina ziet presenteren, dan gaat het om een onderzoekende houding, een nieuwsgierigheid. Ja, dat proberen we zeker bij te brengen doorheen het hele curriculum. Dat is heel belangrijk voor een kunstenhogeschool. Het staat echt heel hoog in onze een woord, een visienota, of hoe je het ook wil noemen. Het is trial and error, het is experiment, het is niet bang zijn om te falen. Het gaat ook om individuele begeleiding vaak, in kleinere ateliers, waar studenten dorsten naar die input. Hè. Niet om iemand klakkeloos of kritiekloos te volgen, maar gewoon om buiten te kijken. Je kunt daar, kan er eindeloos over doorgaan, maar het gaat natuurlijk voor een stuk om sociaal engagement. Ja, alles mag altijd meer zijn. Hè. Uiteindelijk heb je maar 4 jaar om alles bij te brengen, maar het naar buiten kijken. En met name dan, waar het vandaag over gaat, de urgenties, het sociaal engagement. De maatschappij waarin een ontwerper of een kunstenaar studeert en later terechtkomt. Dat mag altijd nog een beetje meer zijn. Alhoewel we ook daar inspanningen doen. En ik denk dat we studenten daarvan bewust maken dat ze niet op een eiland acteren. Ja. Kurt, ik kom even bij jou terug, want je hebt natuurlijk ook met het triennale conflict en design destijds de uitdaging gehad om niet alleen de thema's waar studenten mee bezig zijn, maar ook hun verschillende manieren om daarmee om te gaan, niet alleen te selecteren, maar ook te tonen. We hebben het al gehoord op een aantal terreinen. Het gaat heel vaak om misschien wel heel voelbare, maar minder tastbare aspecten van maatschappelijke verandering waar ze een bijdrage toe leveren. Hoe toon je die processen? Hoe ga je daarmee om? Dat klopt inderdaad. Het is ervoor wat ik altijd als curator ben, de beeldende kunst. En dan vertel je ook wel uit die processen, maar je hebt wel een eindproduct op ene zin. Dus als je met die maatschappelijke processen en de manier waarop designers zich daarin bevinden en wat het ontwerp ontwikkelt zich in die soort van relatie met andere mensen, krijg je niet zo snel die realiteit of kan je dat niet zo gemakkelijk gaan tonen. Dus je hebt andere modellen nodig, andere modellen om te presenteren, andere modellen om ook te bewaren, andere modellen om over na te denken. En daar zijn we volop op zoek naar. Ik bedoel, ieder project is een stap, is een mogelijkheid om die verbinding te leggen. Want wat dat hier al naar voren gekomen is voornamelijk de term fragiliteit. Je ziet mensen die op een heel fragile manier, dat hebben we ook mooi gezien met het project in Versailles, in die wereld stappen en daar projecten gaan doen die zij vanuit het engagement spreken, die een aantal skills meegekregen hebben, maar heel veel te leren hebben op het terrein. En ik denk dat dat soort van presentatiestructuur waarin we naar streven, zijn dan nu reflectie van momenten zoals met Quintessence
of zijn dat tentoonstellingsprojecten of zijn dat andere vormen van presentaties, dan kan je die mensen ondersteunen in die fragiliteit. Je kan ze die gaan benaderen en je kan hen vragen van, ja, hoe ga je zoiets nu gaan tonen, hoe ga je zoiets gaan verbreden naar een bredere kennisveld. We hebben met Conflict and Design, was ik van plan om 5 rondleidingen te geven. Ik heb er ongeveer een 500 gegeven, ik overdrijf een beetje, maar het was een ongelooflijke dorst naar die inhouden. En omdat mensen, iedereen is daarmee bezig. En we zien dat die designers die daar hun werk gepresenteerd hebben, dat zij die verbindingen konden leggen naar totaal van andere disciplines. En daar ligt die relatie ook naar die ondernemings- en naar de economische. Waar mensen van Agfa Gevaert, dat ik daar heb kunnen rondleiden, die onmiddellijk dat denken van een aantal projecten ook bij hun eigen structuur hebben doorgezet. Dus vandaar zie ik een enorme relatie tussen wat dat die mensen doen vanuit die fragiliteit, vanuit die betrokkenheid, vanuit die bewogenheid naar andere contexten die inderdaad economisch op andere vlakken kunnen gaan werken. En vandaar dat die rol in de eerste plaats, omdat er ook meer mensen uit de presentatiecultuur hier zijn, dan naar hen toe heel expliciet gevraagd wordt van, zij nemen daar een verantwoordelijkheid in op. Ja, Philippe? Ja. Maar ik vermoed, Kurt, dat ook het publiek van de Biennale blank, hoger opgeleid en monocultureel was. Niet allemaal. Ja, het grootste deel wel, ik geef toe. Ik kan dat niet ontkennen, we hebben een 25.000-tal bezoekers gehad, het grootste deel daarvan was inderdaad zo. Maar heel veel van de projecten hebben ook mensen gehaald die betrokken zijn bij die projecten. Ik bedoel, Nick is nu een andere verhaal, die heeft in Luik een project gedaan die op een heel gelijkmatige manier ook tentoongesteld was. En al die mensen die betrokken waren bij die projecten, die daarmee dat creatieproces gevormd hebben, zijn in die structuur en die tentoonstelling gestapt. Dus ze zijn daarin meegenomen, ze zijn daarin mee opgeleid. Het is stap per stap opbouwen. Maar uw tekst zegt dat bijvoorbeeld plekken als Wils en Smak en Designmuseum daar falen. Hè? Dat nog altijd een heel monodimensioneel publiek hebben. Hè? Ze falen in de zin van dat ze in een gebouw blijven, maar meer en meer zie ik dat jullie naar buiten stappen, dat jullie in die maatschappij stappen en daar die projecten mogelijk maken. En dat is misschien een andere vorm van presentatiecultuur. Wat houdt het inderdaad, ik denk dat dat de vraag een beetje is, van houdt het op bij presentatie, de rol daar? Dirk, misschien dat jij daar ook even op kunt reflecteren nu in die Brusselse context. Ga ik me voorstellen dat je daar misschien nog meer aan voelt. Wij zijn ook een voorstad, hè? Dus wij zijn in de banlieues. Ik voel me heel verbonden met Versailles. Maar dat is natuurlijk nog een veel precaire situatie. Nee, ik denk dat het er eigenlijk om gaat, de economische factor is belangrijk. Wij hebben een heel gesofisticeerd, heel excessief veel eisend programma, dat eigenlijk de economische motor is voor een hele wolk aan activiteiten die eigenlijk onze een soort sociaal, maar ook sociaal-economische en ook een multiculturele ideologie uitraakt, hoop ik. En ik wou eigenlijk het woord ideologie echt graag ook op tafel leggen, want het gaat om een keuze. Het gaat echt om een visie. En in sociaal-democratie is normaal gezien het woord sociaal design is een heel oud woord. Daar hou ik mij heel ver van. Daar wil ik dus absoluut niets mee te maken. En waarom kun je dat even? Dat roept de jaren 20 op en okay. En Weimar en een aantal zaken in Frankrijk. En Nederland, ik heb daar ideologisch geen uitstaans mee. Dus die opener situaties, er moet geen maatschappij geproduceerd worden die sociale cohesie hoog in het vaandel staat. Die sociale cohesie is maar een oppervlakte. We weten dat, het is een vlag, het is eigenlijk maar een membraan op een digitaal scherm geworden. De grote vragen zijn natuurlijk andersheid, verschil en excess. Hè? Dus, want we zitten in een overdadige productiemaatschappij, dus het de-skillen, het ontdetermineren is een veel belangrijkere vraag. Dus wij hebben bijvoorbeeld in Wild hebben we van in het begin ook, en iedereen dacht van ja, het is gewoon om aansluiting te vinden bij de wijk, maar het is ook hoe ga je een plaats mee herontwerpen. En ik zie, als het daarover gaat, we hebben heel veel gewoon facilitair, ondersteunend gewerkt naar
verenigingen en mensen die het eigenlijk de expertise al hadden, maar gewoon geen ondersteuning hadden. En wij hebben heel veel ondersteuning gegeven, zodanig dat er eigenlijk in Vorst van 7 verenigingen misschien nu al een 45 zijn. Ik vind dat een heel belangrijke ontwikkeling, een maatschappelijke ontwikkeling. Men kan tegen verenigingen zijn, maar dat zijn eigenlijk samenwerkingsverbanden waar heel veel uit voortkomt. En we hebben daar ook heel veel in geïnvesteerd, niet enkel met subsidie, maar ook pro deo. Gewoon ook omdat we in onze organigram een ontwerp hebben gemaakt. Dus ik spreek hier eigenlijk uit naam van 2 collega's die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dus Frederik Verzaan en vooral Nadia Essouya. Waar de verbinding tussen lokale buurtverenigingen en tewerkstelling, sociale tewerkstelling, eigenlijk een soort van onlosmakelijke circulaire beweging is. Die nu al 10 jaar loopt en die eigenlijk maakt ook dat ik hoop dat er een bepaald soort van verbeterde levenskwaliteit in de buurt is. En er zijn een aantal, denk ik, uitwassen die we nu kunnen zien, die er waarschijnlijk ook geïnitieerd zijn door een aantal mensen die uit die programma's komen. Zoals parkdesign deze zomer is er mogelijk geweest, denk ik, door een mentaliteitsverandering bij de overheden. En dat denk ik, hebben we wel een rol in gespeeld. En het is niet enkel over met de gesofisticeerde tentoonstellingsprogrammatie of de in-house politiek. Het gaat, en dat is een heel langzaam en ook een programma dat heel weinig resultaat heeft. Dat duurt soms 5-6 jaar voor een project af is. Maar de resultaten zijn ook een leerproces. We gaan, daar haalt u een mooi punt aan, namelijk de duur van eer je resultaat ziet in deze processen. En ik neem aan dat dat ook iets is. Jullie merken dat aan jullie kant van het spectrum. De mensen die vanuit hun artistieke of hun ontwerppraktijk ermee bezig zijn, merken dat vaak ook. Dat het soms een werk van hele lange adem is. Zijn onze structuren daarop voorzien om werken van lange adem aan te pakken? Ja, ik. Dat is een vraag voor mij. Voor iedereen. Laat ons zeggen dat we allemaal een beetje in change zijn. Hè? Mm-hmm. Ik was net op een internationale conferentie waar op basis van een internationale survey van designmusea, en dat is heel dikwijls nog, zeker in de voormalige Oostbloklanden, applied arts musea, decoratieve kunsten, daarvan komen we zover, dat in die survey toch bleek dat de meeste musea vonden dat een van hun belangrijkste drijvers nu die change ook is, hè? Zorgen voor change in de maatschappij. En toen ik begon 3 jaar geleden, was mijn credo van hoe maken we ons terug incontournable? Hoe zorgen we terug dat we iets betekenen in die maatschappij en dat we projecten brengen en tonen die ertoe doen? Maar dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dat inderdaad, je zit in context, stedelijke structuren. Dus zo'n verandering gaat niet van vandaag op morgen. Wij hebben, denk ik, een aantal statements gedaan sindsdien. Met bijvoorbeeld een grote tentoonstelling over de effecten van plastic in de zee. De plastic garbage, no design to waste. Waar we een container vol plastic uit 3 verschillende zeeën in het museum uitgesmeten hebben. Als verbinding tussen het historische Hotel de Koning. Waar die erfgoedwaren toch heel belangrijk is. En het gebouw uit 92. Maar we hebben dat toch altijd, we proberen toch heel dikwijls veel naar onze collectiewaarden ook terug te grijpen. Hè. We hebben dan aanvullend op die tentoonstelling, die redelijk educatief was, willen aantonen van wat doet plastic met mens en milieu, maar wat gebeurt er ook met plastic in onze collectie? En hoe kunnen we via upcycling en recycling toch wel tot nieuwe producten komen? En hoe hebben we de designers, die daar toch allemaal mee verantwoordelijk voor zijn, daarop gewezen? En we hebben toen bijvoorbeeld al met Onbetaalbaar gewerkt. Die hebben trouwens een prachtig meubeltje van Willy van der Meren toen aangepakt. Dus die dingen doen we. We hebben toen ook een oproep gedaan naar onze bezoekers, want we krijgen wel veel bezoekers over de vloer, om projecten zoals Bojan Slat, die dan de zee wilt gaan reinigen, te gaan ondersteunen. Dus, de plastic eilanden opruimen. Voilà. En zo zijn er wel meerdere projecten die we doen. We gaan nu volgend jaar een tentoonstelling over robotica, technologie, want dat is toch ook het erfgoed van onze toekomst. Maar is het dan louter een tentoonstelling over de nieuwe thematieken, of verandert de hele werking
En de, hele, dat, die, de rol, ja. Verschuift jullie rol als voilà, die rol verandert, spelen. Maar dat gaat niet van vanaf morgen. Dat is ook een intern proces. Hè. Je zit met mensen die jaren in een bepaalde gewoonte werken. En dat duurt wel even om dat aan te passen. Maar ik vind dat bij ons toch vrij snel gaat. Ik vind de rol van publiekswerking is heel belangrijk. Als ik daarnet Annelies hoorde, dat is heel belangrijk, omdat je zo'n project... Maar je moet duiding geven, je moet contextualiseren. Als we bijvoorbeeld nu hebben binnenkort Christel Peters, en ik zie ze ergens zitten met haar Future Footwear, hè, waarbij dat ze eigenlijk op basis van mycelium schoenen wil gaan maken. Dat moet je contextualiseren, dat kan je zomaar niet. En daarom is de rol in het museum van de publiekswerkers echt bijzonder belangrijk. Maar je moet natuurlijk niet alles alleen willen gaan doen. Ik heb hier al dikwijls het woord verbinding horen vallen. Hè? Netwerkorganisatie, daar moeten we meer en meer naartoe. Je kan als museum natuurlijk al die functies niet zelf beheren en al die capaciteiten en competenties. Je moet je verhouden tot al die organisaties die er bestaan en ook opleidingen. Want, ik wil nog wel eens zeggen, als museum zijn wij wel een cultureel erfgoedorganisatie, een collectiebeherende instelling. Daar... Ja, daarvoor krijgen wij geld van onze overheden. En dat, daar zijn een aantal verplichtingen aan verbonden die we gewoon ook moeten doen. Collecties aankopen. Je zegt nu moeten we met anderen gaan samenwerken. Die verbindingen zijn belangrijk. Kun je er zo eentje noemen waarvan je zegt van dat is nu eentje die ja, als ik nog een lege stoel had, zou ik hem naast je zetten. Zeggen, wie wil je erop hebben om die doorbraak te maken? Er zitten hier al een paar, hè? Pascal bijvoorbeeld. Daar gaan we echt nou mee gaan samenwerken. Omdat een aantal functies en rollen die zijn weggevallen bij Design Vlaanderen, willen wij graag opnemen. En er zitten heel veel competenties en kennis bij de ploeg van Design Vlaanderen. Wij gaan een nieuwe vleugel bouwen aan het museum binnenkort. Waar we echt, we noemen dat een beetje de derde ruimte tussen de publieke ruimte en het museum. Maar waar we eigenlijk een aantal functies... in verbinding met de economische sector, onderwijs, met welzijn, willen gaan presenteren en opzetten ook in die vleugel. En waarbij dat we eigenlijk in gelaagdheden willen gaan werken. En we hebben heel veel toeristen ook kennis willen laten maken met processen, producten, bedrijven ook. Hè. En daarna, mensen die dieper willen gaan, die bezoeken dan het museum. Dus Pascal, ja, zeker en vast al, maar er zijn er nog wel. Hè. De presentaties die er gegeven zijn, graag. Als ik dit zo allemaal hoor, en ik hoor ook een beetje de... Ik grijp even terug naar het woord dat ik er straks in de mond nam. Als het ging om die projecten en de hoop die een aantal ervan uitstralen. Wordt er, naar jullie gevoel, misschien te veel verwacht van kunst en ontwerpers om die veranderingen in de maatschappij door te voeren? Is dat een positie waar misschien ook wel soms misbruik van gemaakt wordt? Filip? Ja, ik denk dat we ook het iets meer moeten proberen op te splitsen. Hè? Dat alles niet op één hoopje wordt gegooid. En twee dingen. Enerzijds vind ik ook niet dat alles noodzakelijk moet gepresenteerd en getoond worden. Het is belangrijk dat dingen gebeuren en dat musea of andere plekken mee dingen laten gebeuren en dat faciliteren of daar ook een andere insteek bij binnenbrengen. Maar dat hoeft niet altijd, een museum moet niet altijd beperkt worden tot een presentatieplek. Kun je een voorbeeld geven van dingen waarvan je zegt van dat hoeft niet getoond te worden? Of ook zelfs niet gecommuniceerd worden. Er zijn heel wat projecten die wij in Gent gedaan hebben met een ziekenhuis, met een langdurige samenwerking in twee buurten van de stad. En nog andere projecten waar we... parkeerkunst is een project met mensen met een beperking dat we opgezet hebben. Waar wij ook echt in sommige gevallen bewust ervoor kiezen om het niet te communiceren. Zodanig dat het niet kan gerecupereerd worden door een apparaat die er dan de mooie woorden multiculturaliteit of participatie en andere etiketten aankleeft. Ik hou nogal van dingen die, niet gedefinieerd worden. En ik denk ook misschien dat we toch ook voor een stuk... Dat is misschien een hoe zeg je dat, iets, het hoenderhok, de stok in het hoenderhok, dat er toch ook nog ergens een verschil aan te duiden is tussen de rol van een kunstenaar en de rol van een vormgever. En met een boutade zou je het zo kunnen zeggen dat eigenlijk de kunstenaar er niet is om problemen op te lossen, maar om problemen te creëren. En maar ik denk dat het ook de taak is van heel veel ontwerpers op het moment. Dat het niet gaat over problemen oplossen.
Omdat het, wel, omdat we maar zo wordt het voor een stuk ook wel in de teksten geformuleerd. Hè? Dat de samenleving in een malaise is. Dat we, hè, ook in de presentatie van Kurt, hebben van vogels, een ijsbeer op een rots tot hè, een volgepakte Copacabana tot hè, enzovoort enzovoort. Hè? Maar daar viel vooral het geloof in het beeld op. Hè? Want al die afbeeldingen zijn dan maar simpele, platte... Nee, ik weet wel, maar het was een aanduiding van wat er aan de hand is. Het was ook een teken aan de wand. Daar zijn wij toch al een paar honderd jaren voorbij, dat we niet meer zo geloven in de illusie van het beeld. Ja, natuurlijk, maar daar was de koppeling gemaakt naar wat de vormgever kan doen. Hè? Zo lees ik het toch ook in uw tekst. Hè? En de nieuwe soort vormgeving kan doen in relatie tot wat zich in de samenleving voordoet. En ik denk dat daar de intentie van een kunstenaar nog kan... Er niet altijd, maar nog kan verschillen. Ja, maar designers ook hoor. En dat volg ik Annelies absoluut. We zijn designers die disruptief in de maatschappij staan en die niet hun taak is om problemen op te lossen. Maar juist om mensen te helpen en hen om problemen mee aan kaart te stellen, aan de kaart te brengen. Die op die manier een platform gaan ontwikkelen om daarin te kunnen functioneren. Dus het is niet enkel en uitsluitend dat designers oplossingsgericht gaan denken in zo'n structuur. Nee, maar de teksten laten zich anders lezen. Hè? De teksten vertrekken van een bepaalde, in mijn aanvoelen dan, zeer binaire positie. Ook ten overstaan van het onderwijs, ook ten overstaan van de musea, ook ten overstaan van de overheid. Ik mis daar voor een stuk daar de nuance in. Vandaar dat ik ook het met een boutade zeg, van kijk, kunstenaars lossen geen problemen op, maar creëren ze. En daar vind ik ook, hè, als je zegt van in relatie tot musea of toonplekken, hè, van niet alles moet op een sokkel terechtkomen. Terwijl dat ik denk en niet, dat... En niet dat, elke kunstenaar moet maatschappelijk bezig zijn. Ja, en dat, ik denk dat we daar ook al lang door zijn. Ik wil even ook twee mensen, eentje die heel hard zat te knikken en een ander die ook dringend wat wou vertellen. Erwin. Je vraagt of we niet te veel verwachten van de kunstenaar. Ik zou soms willen dat de maatschappij nog meer verwacht van ontwerpers en kunstenaars. Ze worden toch in de media of zo, het is toch soms vaak iets of wat marginaal, of er wordt niet echt rekening mee gehouden of te weinig rekening mee gehouden. Dus ik zou willen dat de maatschappij meer verwacht van ontwerpers en kunstenaars. En om de link naar het onderwijs te halen. Het pleidooi van Kurt voor het kunstonderwijs of het hoger onderwijs. Daar moeten we ook weer... De paradox is dat we daar niet te veel moeten van verwachten. Ik denk dat we van het onderwijs de koer, dat begint al veel vroeger. Ik denk dat in het lager onderwijs begint in de secundair. En dat geldt voor alle hoger onderwijs. Dus de urgenties, de maatschappelijke betrokkenheid, engagement, allemaal dure woorden waar het hier over gaat. Die moet je niet alleen in het kunstenonderwijs proberen wakker te maken of te provoceren. Ik denk dat je dat in alle lagen, voor alle leeftijden moet doen. En om af te ronden, niet elke kunstenaar moet sociaal geëngageerd zijn. Dan sluit ik me daar weer bij aan. Dus het moet ook geen mantra worden of dogmatisch, zeker niet in het kunstenhoger onderwijs. Het gaat... En ik vond het wel terug in de tekst van Pascal Gille, dat hij op het einde zegt van... er komt er een beetje op niet te veel blabla en niet te veel geleerde woorden als social design of innovatie, maar attitude aankweken in het onderwijs dan. Kritische houding, zelfreflectie en dan kom je uit bij wat we zeggen. Problemen aankaarten, problemen of deeloplossingen aanreiken of suggereren of wat dan ook, provoceren. Ik denk dat, en dan hoop ik dat de maatschappij daar wel naar luistert. Ja, Pascal? Maar ik ben vooral verbaasd, misschien heeft dat met de samenstelling van dit panel te maken, maar dat wij continu kunstenaar een vormgever zetten. Alsof dat een synoniem is. Alsof dat een vormgever per definitie in een culturele context opereert. Ja, hoe voel jij je? Voel jij je kunstenaar? Maar ik vind Pantopicon wel met design bezig. Design van de toekomst, design van het beleid. Voelt Namaan zich kunstenaar? Zijn met service design bezig? Dat weet ik niet. We verengen hier ineens de rol wel heel hard, vind ik, tot de rol van kunstenaar. En dan gaan we nadenken, en hoe kan die dan impact hebben op die maatschappij? Maar design heeft zo'n grote impact op die maatschappij, als je nu eens dat los wilt zien van designers zijn kunstenaars. En ik ga akkoord, dus ik vind dat helemaal niet... Dat kan, maar het moet ook helemaal niet per se. Ik denk dat kunstenaars inderdaad vanuit een totaal ander perspectief kijken. Maar ik denk dat het verschil voor mij tussen designers en een kunstenaar is net dat designers zich soms wel, of eigenlijk bijna altijd,
gaan laten leiden door die doos die er is. Er is een doos. En hoe gaan we met die doos om? En hoe gaan we met die doos aan de slag gaan? En dat kan in een culturele context, kan een economische context, kan een sociale context. Maar tegelijkertijd hoor ik mensen die ontwerper op hun kaartje hebben staan zeggen van wij gebruiken net heel veel ook uit de kunst en omgekeerd wellicht ook. Hè. Als je kijkt waar een hele hoop ontwerpers de mosterd halen uit een aantal kunststromingen, of dat nu de Dadaïsten of de Fluxusbeweging of anderen zijn, de manier waarop zij met hun maatschappelijk engagement omgingen, uit die vaatjes wordt getapt. Dus met andere woorden, die grens, hè, zonder in een discussie te willen vervallen over waar nu, of er überhaupt een grens moet zijn, er is wel, hoe zal ik zeggen, een verbintenis, een verband, wat als ik jou en Kurt hoor, Annelies en Kurt, dan wat je zegt van die willen we toch liever wat meer in elkaar zien overvloeien, eerder dan naast elkaar staan. Nee, ik denk dat het verschil op zich helemaal niet belangrijk is, of in ieder geval niet voor de maker aan zich. Maar waar, wat mij betreft de aanleiding voor de avond is dat er op een maatschappelijk niveau, en dat gaat over politiek, over instellingen, over educatie, over heel veel lagen, dat er nood is aan een perceptieverschuiving van die positie van de ontwerper, van waar een ontwerper staat of hoe die kan werken. En dat kan heel cultureel zijn, dat kan heel economisch zijn, dat kan op zich op verschillende vlakken manifesteren en kan ook verschillende instellingen nodig hebben om daar een grote draagvlak voor te geven of een grote publiek aan te geven. Maar wat is de vraag? Nee, maar als ik even mag, ik denk inderdaad, het verschil is, mij gaat het nu over een definitie. Mm-hmm. Dat maakt mij niet uit. Maar ik vind wel de consequentie die je daaraan vasthangt. En als de consequentie is, we moeten gaan nadenken. En het is hier daarnet al een paar keer gezegd geweest van hoe gaan we die projecten dan gaan presenteren? Maar dan zit je wel vanuit die kunstenaspect perspectief van kijken naar de presentatie. Is het via een tentoonstelling? Terwijl dat er voor mij er helemaal niet toe doet. Ik vind die vijf voorstellingen die we hebben gehad, dat is hoe je het moet presenteren. Dus je het gewoon doen. Je doet het, je staat erin. Het wordt gebruikt. En dat is het allerbelangrijkste. Het wordt gebruikt. Nee, maar wat ik wilde zeggen was, waar het over gaat is dat je als ontwerper en als kunstenaar en als en misschien als creatieve actor, dat je hele individuele precaire posities hebt en je kunt dingen doen, maar dat is ook maar beperkt wat je handelingsruimte is. En je hebt wel instituten nodig of plekken in de maatschappij die dat ruimte kunnen bieden of die dat kunnen stimuleren. En dat vind ik hele mooie voorbeelden van Smak en Wils, hoe we het museum zien, maar wat de impact is en wat er gebeurt op veel meer niveaus plaatsvindt. Maar dat is wel het belang van een instelling of van zo'n plek om die verbindingen aan te gaan. En als individu of als individuele maker is het vrij, bijna onmogelijk om zulke soort verbindingen aan te gaan om op die schaal te kunnen opereren. Dus die instellingen, ik denk dat Smak en Wiels eigenlijk fantastische voorbeelden zijn, maar er zouden er veel meer moeten zijn die op dat besef veel meer activeren en inzetten in het beleid. Het lijkt haast of we terugkomen tot een van jouw punten in je presentatie, waar je zei van het ontbreekt ons aan de juiste woorden om die nieuwe nuances te kunnen duiden waar het in feite over zou moeten gaan. Als we nu een doorsteek maken naar de toekomst, pakweg 20 jaar vooruit, over welke thema's, over welke uitdagingen, heb je het niet alleen over de maatschappelijke uitdagingen, maar misschien ook over de rol van jullie instituties of van jullie zelf in dit speelveld. Waar ligt daar de grote uitdaging? Laat ik misschien met jou beginnen. Ik denk dat je moet gewoon beginnen met de statistieken. Je gaat naar de demografie, de inkomensvergelijkingen, de genderongelijkheid, twee vrouwen, allemaal blank enzovoort. Wat Rashida zegt is natuurlijk een flagrant vaststelling die eigenlijk niet meer houdbaar is. En die gelukkig ook, denk ik, bij de jongere generatie snel aan het verdwijnen is. De directeurs zijn natuurlijk wel nog allemaal mannelijk enzovoort. Dus dat is bij de enige man. Bij hedendaagse kunst zijn we allemaal mannen en allemaal dezelfde generatie.
waarom, geen idee. En je vindt het wat saai worden? Nee, het is een vaststelling die je gewoon... Dus, ja. Maar je bekijkt ook waar gaan onze binnensteden naartoe, waar gaan onze groene randen naartoe, wat gaat er gebeuren met de stadsvluchtgeneratie en dat soort bewoning, wat voor antwoorden moeten we daarop gaan vinden, nu is de binnenstad en het herontwikkelen. Okay. Gisteren las ik nog iemand die zei dat het Internet of Things, dat het de grote gimmick illusie was om nog meer gadgets te gaan verkopen, dat er eigenlijk niks van aan was. Wij dachten allemaal tot gisteren dat wij dus allemaal ons gingen moeten aanpassen aan de digitale revolutie. Ik vind wel wat ik wij als vanuit de kunstwereld ten opzichte van jullie territorium, alhoewel dat een beetje doorlaatbaar is geworden, is dat de kunstwereld heeft geen resultaatverbintenis, dat heeft de ontwerpwereld natuurlijk wel. En is ook dat bijvoorbeeld de ontwerp- of de designwereld, van ons wordt niet verwacht dat wij het teloorgaan van de maakindustrie en van de industrialisering, dat wij daar voor al die voormalige arbeiders een nieuwe... De kunstenaar mag een nar blijven en een overbodig of overtollig individu. De vraag oproepen in plaats van maar antwoorden. Voor de ontwerp, je ziet dat trouwens in het discours rond design, dat moet een oplossing bieden voor de economische problemen die gesteld worden. Ja. Ik heb nog een paar reflecties op die vraag van als we naar de toekomst kijken, welke grote uitdaging zie jij, Kurt? Wel, daar wil ik aansluiten wat Philippe zei van toos en conflicten zijn, daar bereik je inderdaad alleen maar een wit, blank, hoogopgeleid publiek. En ik denk dat juist via die projecten de mogelijkheid er is om een veel breder publiek mee te betrekken in zo'n debat. Omdat als je kijkt naar wat die designers actief in zijn, zijn meestal in die probleemwijken of in andere gebieden. En die mensen bereiken zij. Als wij als presentatieinstelling of als mensen die nadenken over hoe dat wij die mensen ook een stem kunnen geven, dan moeten we misschien van bij de aanvang van dat project al met die mensen gaan samenwerken. Om na te denken, en dat gebeurt in Smak, dat gebeurt ook in Wiels, daarom zijn ze, als voorbeeld hier, ik denk dat het Design Museum ook met dat soort praktijken bezig is, waar ze van in het begin instappen. En waarin dat je dan op die manier, op lange termijn, die bredere culturele samenstelling van de maatschappij kunt representeren, ook in uw bezoekers van het museum of in de bezoekers van de tentoonstelling. Identiek met mijn vraag rond de diversiteit van hogescholen. Ik bedoel, als wij inderdaad die impact willen hebben, en het was perfect wat dat er gebeurde, de aanleiding is gegeven, de aanleiding van Quintessens was die terroristische aanslagen in Brussel. En daar was een journalist die zei van, ja, wij moeten in die wijken gaan werken. Maar we hebben mensen nodig die in die wijken de ankers zijn, die daarin vervlochten zijn, maar die ook de andere kant kennen. En ik denk dat dat, als we dan over lange termijn kijken, begint bij het onderwijs, dat we moeten nadenken van hoe gaan we die multiculturaliteit die onze samenleving ongetwijfeld zal worden, hoe gaan we die betrekken in dat soort van processen en hoe kunnen we die dan op die manier als vehikel gaan gebruiken om die bredere bevolkingsgroepen te bereiken. Oké, okay, mooi. Ik denk dat in ieder geval het laatste hier zeker nog niet over gezegd is. En misschien vanuit dat perspectief ook even de kans wil geven aan een aantal mensen uit de zaal om een vraag dit publiek in te gooien. Maarten. Ik wil eigenlijk gewoon een plus één, Maarten. Ik wil graag... Moet ik ergens een plus? Ja. Ik wil gewoon een plus 1 zetten achter een opmerking die meneer Snauwaard maakte, maar die wat verloren was, misschien niet het juiste moment. En dan ging het over de taal. Als we kijken naar de beeldtaal, de woorden die gebruikt worden binnen het veld van de design, laat ons eventjes zeggen dat er zoiets is als een coherent designveld, dat is ongelooflijk arm. Iemand als bijvoorbeeld Iwan Baan, een sterfotograaf binnen het architectuurmuseum, die mens is bekend omdat hij als een van de eerste mensen als een manier om schaal te lezen in architectuurfotografie introduceerde. De kunstgeschiedenis is daar een paar honderd jaar aan vooruit. En dus ik wilde suggereren van kijk, als je op een bepaalde manier de geraffineerdheid van de taal die
gangbaar is, laat ons zeggen, binnen de musea, kan combineren met de impact die gangbaar is binnen de designwereld, dan heb je iets interessants. Dan kan je ineens economische actoren mobiliseren. Welke kunstenaar heeft evenveel effect gehad als de iPad van Apple? Echt op hoe mensen hun ontbijt nemen, hoe mensen leven, wat ze zien. Da Vinci. Klaar. Pointteken. Die ook ondernemer en wetenschapper was tegelijkertijd. Dus, ja. Nog iemand met een plus 1 of een min 1 of wat dan ook? Ik zag nog een aantal handen uit. Hi, ik ben Nick. Ik had een kleine, ik weet niet wat de opmerking is, maar een gedachte van, het is blijkbaar heel moeilijk om te definiëren of dat we nu ontwerpers of designers of vormgevers of kunstenaars zijn, maar wat denken jullie misschien van de term onderzoeksinstrument? En om het dan is een beetje metaforisch verder te bekijken, wat als ieder instrument dan knopjes heeft en dat die knopjes dus telkens bepalend zijn van de persoonlijkheid, want het gaat telkens om welke persoon en welke context werkt en dat lijkt mij in dit debat tot nu toe nog niet aangereikt geweest, of voor mij niet voldoende. Dus als daar iets kan over gezegd worden, graag, en anders prima ook. Wie wil op een knopje drukken? Het onderzoeksinstrument. Nee, ik merk wel bijvoorbeeld, bij het Sandberg Instituut, als we studenten aannemen, wat ik steeds meer merk, is dat er dus eigenlijk, het zijn allemaal ontwerpers, maar de term ontwerper is, daar kan heel erg veel onder vallen, maar het zijn eigenlijk altijd dubbeltalenten. Dus het zijn ook onderzoekers, of het zijn ook zangers, of het zijn ook filmmakers, of het zijn ook programmeurs. En het was mooi wat je net zei over dat je telkens de vraag krijgt, ben je nou ondernemer of ontwerper, of architect of ontwerper, of dit of dat. En het zit eigenlijk, want ik merk wat er nu veel meer gebeurt, is dat mensen telkens op de snijvlak van die twee disciplines zitten en dat hun positie veel meer definieert dan het zoeken naar één noemer om die positie te vangen of te vatten. Ik denk dat dat wel eigenlijk wel klopt. Ik bedoel, in onze opleiding bachelor master gaan we eigenlijk uit van die onderzoekende attitude. Ze hebben dus een bachelorproef en een masterproef en dat behelst eigenlijk academisch onderzoek. Maar elke onderzoeker zal misschien toch meer ontwerper zijn of vormgever of kunstenaar op een bepaald moment. Het gaat niet om dat onderzoeken, het gaat om het kalibreren van het instrument. En iedereen doet dat eigenlijk voor zichzelf. Ja. Dat vind ik niet veel aan bod komen in dit debat door veel omstandigheden. Want dat leek me interessant. Hoe kalibreer je zelf als instrument, als ontwerper, vormgever, kunstenaar, om iets terug te geven aan de maatschappij als dat dan al moet. Dat leek me heel interessant uitgangspunt om nieuwe urgenties te gaan kaderen en ja. Maar niet elk onderzoeker of niet elk onderzoeker is per se of moet ook maatschappelijk relevant zijn natuurlijk, of moet iets teruggeven aan de maatschappij. Nee, zeker niet. Ja, maar mij valt het vooral op als je kijkt bijvoorbeeld vanuit de architectuurdiscipline, dat er zelfs in de autonomie van je architectuurbedrijf en je daar heel radicaal in zijn, dat je daar ontzettend vooruitstrevend of geëngageerd in kunt zijn. En ik denk aan een aantal architecten die 65 plus zijn, die gewoon ontzettend goed ontwerpwerk leveren en die moeten vechten om dat project gerealiseerd te krijgen. En die vechten tegen de lijn, en die vechten tegen de stadspieks, en die vechten tegen verkopers van projecten. Dus als je je pakt vanuit autonomie en vanuit je engagement en discipline, maar het kan een engagement zijn voor je vak, dan word je controversieel. Dus ik weet het niet. Ik heb geëngageerde architectuur meegemaakt. Ik heb de dingen al aan Lucia en Patrol gezien. Ik zie de impact van Rota. Maar ik zie even goed een Robert Daam, een Van Hee, hubarchitecten, die heel goed hun vak kennen. En daar is het verschil. Een instelling als de Vlaamse bouwmeester, bijvoorbeeld, die zetten ontwerpend onderzoek in als instrument vanuit de overheid. Ik heb de tentoonstelling gemaakt over de leegstaande gebouwen voor geesteszieken. Die grote centra die we in alle centra hebben, de Broeders van Liefde hebben ongelooflijk veel land, in elke stad, dorp. Wat gaan we met die terreinen doen? Dat is een vertend onderzoek dat we met architecten gedaan hebben. Gewoon kijken welke ruimte is daar, wat kunnen we daar gebruiken, kunnen we daar mensen in die gebouwen zetten? We hadden niet gedacht dat we
dacht dat we geëngageerd waren als we dat programmeren, dat was van de vakken is van het vak. Oké, okay. Mooie kanttekening. Ik wil ook graag op een term van Dirk inpikken, ideologie. Dat is ook een beetje tussen de mazen van het net verdwenen. Wat mij een beetje problematisch lijkt, is hoe in het discours rond, en ik gebruik nu de term tussen haakjes social design, ik heb er een even groot probleem mee als Dirk, is hoe een zeker in de retoriek alvast een zekere depolitisering insluipt. En ik denk niet dat we de grote C-conflicten tot kleine C-conflicten kunnen herleiden zonder een radicalisering in de zin van politiek bewustzijn radicaliseren. En ik heb het probleem ook naar mijn studenten toe, die allemaal heel graag sociale projecten willen doen en dingen willen, oplossingen willen vinden voor wijken, die we dan probleemwijken noemen, die ik dan zou willen hervertalen in wijken die onze problemen opslorpen, of die problemen hebben doordat wij in onze maatschappij problemen hebben. Dus dat zijn geen probleemwijken, dat zijn maatschappelijke problemen. Hetzelfde met het migrantenprobleem. Migranten hebben geen probleem of zijn geen probleem. We hebben een maatschappelijk probleem waar zwakke groepen onder lijden. Hoe vertaal je dat, is mijn vraag, maar het is een heel lange vraag en een heel ingewikkelde vraag die op zich een debat vraagt. Hoe vertaal je naar onderwijs die dat inzicht dat een ontwerper of iemand die wil geëngageerd ontwerpen ook een heel hoogontwikkeld politiek bewustzijn moet hebben. Want je kan mensen passiveren, groepen passiveren, of je kan groepen weerbaar maken, politiek strijdvaardig maken, radicaliseren. En ik denk, in deze maatschappij hebben wij nood aan radicalisering door design en niet pacificatie door design. Langs de andere kant hebben we de context van Creative Europa, de Creative Industries, de City Marketing, de Smart City, waarin al dergelijke goed bedoelde geëngageerde projecten door allerlei doeleinden veelal economische doeleinden gerecupereerd worden en helemaal geen radicalisering of politieke radicalisering op het oog hebben. Dus ik vind, er zijn daar heel veel nuances waar we hier heel snel over surfen, maar die wel heel relevant zijn. Ik begrijp het terug op het eerste deel van uw vraag, waar u zegt van hoe kunnen we in ieder geval binnen het onderwijs dat politiek bewustzijn vergroten, wat nodig is om de instrumenten te kalibreren. Excuseer, u hertaalt mijn vraag ongenuanceerd in de zin van, ik wil niet in het onderwijs politiek bewustzijn vergroten. Ik wil in het onderwijs een bewustzijn vergroten dat hier politieke dimensies aan de gang zijn. Okay. Ik wil niet studenten gaan radicaliseren. Ik wil hen. En hoe werken we met die nuances? Enige reactie? Ja, inderdaad, studenten gaan radicaliseren, hoe goed bedoeld ook, is natuurlijk niet, is niet de taak van het onderwijs, denk ik. Maar dat er politieke nuances zijn, dat er een maatschappelijk debat is en dat ze soms, en ik zie dat ook bij de studenten, de generatie van vandaag, ben ik geneigd te zeggen, maar als ik terugdenk aan hoe ik was toen ik 18, 20 was, dan las ik elke dag de krant, maar begon ik ook met de sportbladzijde. Dus ik denk dat je wel merkt dat je die mensen dingen moet aanreiken, dat je voorbeelden moet geven. En als ik de 5 projecten hier zie gepresenteerd worden, dat zijn denk ik al mogelijkheden om hen te confronteren met het feit dat je binnen ontwerp enzovoorts dingen kunt doen. Mee bepaald plannen wij bij PXL Met, onze School of Arts in Hasselt, we hebben een jaarlijkse traditie om gedurende 2 dagen de campus volledig te sluiten. Dus niemand komt erin. Dus de deuren gaan echt dicht. Met de bedoeling om buiten de campus extramuros onderwijs te geven, iets aan te bieden, te provoceren, te confronteren. En zo zijn we vorig jaar bijvoorbeeld met een aantal studenten bij Studio Refugee geweest. Voor dit jaar plannen we eigenlijk een soort van 2-daagse in een, ik heb wel iets op het oog, maar in een centrum met polyvalente zalen, waar we debat kunnen voeren, waar we documentaires kunnen tonen, waar we mensen aan het woord laten komen die niet 100% uit de kunstwereld komen. Maar misschien gaat het, en dat programma zijn we nu aan het opstarten, misschien gaat het over Europa, het belang van Europa, of het in vraag stellen van Europa. Het zal zeker gaan over vluchtelingen of over bepaalde maatschappelijke dingen. Op 2 dagen gaan we de wereld niet veranderen, maar het gaat er toch in, denk ik, om ze. Het gaat er om kunstonderwijs. Het gaat er inderdaad om ze toch, hoe minimaal misschien ook, te confronteren met een buitenwereld. Oké. Nou ja, ik denk dat je de studenten wel moet radicaliseren. Ik zou een groot pleidooi voor radicalisering houden. Dat,
Ja, zeg maar. Nee, ik denk dat het grootste gevaar is een soort of indifference. Of, gelatenheid. Ja, van dat het je niet uitmaakt. En dat juist studenten, juist binnen artistiek onderwijs, maar ook binnen heel veel andere onderwijsvormen, dat je ze juist actief moet maken en gevoelig moet maken. En binnen het Sandberg Instituut zeggen we tegen de studenten, we radicaliseer je en we proberen een radicale vorm van jezelf te zijn. En ik denk ook wat Petra van Brabant aangeeft, dat je zegt studenten die iets geëngageerd willen doen. Ik denk, dat is heel problematisch. Van, dus, dat je iets geëngageerd wil doen, van dat gaat niet of dat werkt niet. Van, het moet een intrinsieke motivatie zijn. En ik denk dat juist een onderwijsomgeving die intrinsieke motivatie moet voeden of moet triggeren en daar iets mee moet doen. En ik denk dat daarom in die zin de radicalisering of het radicaliseren van je gedachtes, van de consequenties van je handelen, van het nadenken over waar je staat, wat dat betekent, wat de impact is en die processen juist binnen een onderwijsomgeving radicaliseren, dat het de dingen op scherp stelt en heel sensitieve makers oplevert. Ja, maar je hebt het hier over een politieke, nee, over een persoonlijke radicalisatie. Inderdaad, dat denk ik, dat is eigenlijk wat we voor een stuk proberen. Volg je hart of wat dan ook, of follow your dreams. Maar als het om politiek radicaliseren gaat, er zijn voorbeelden in de vorige eeuw waar het onderwijs ten dienste stond van bepaalde, weliswaar aan de rechterkant dan, van een politiek of sociale, dus daar gaan we dus niet, ik denk dat het ook de opdracht niet is. Ik bedoel, ook daar gaat het om vrijheid. En als wij studenten hebben die naar extreem rechts zouden neigen of naar extreem links, eigenlijk hebben ze die vrijheid in onze maatschappij. Wat ik daar verder over denk, is eigenlijk niet relevant. Maar als je het hebt over een persoonlijke radicalisatie, dan ben ik helemaal mee. Oké. Ben jij? Wel, ik wou gewoon even een gedachte. Ik kom van de Unizo startersreceptie en ondernemen. De woorden zijn daar: begroting, arbeidsflexibiliteit, competitiviteit en zo verder. Ik hoor hier een debat rond innoveren. Pascal, de kloof of de brug tussen innoveren en ondernemen, alleen al maar qua taalgebruik, maar wat voor onderzoeksdesign activiteiten moeten we dat tonen? Wat gaan we verbinden? Allee, dat zijn allemaal woorden die hier gebeuren. Hoe gaan we dat aanpakken? Je verwacht van mij nu een pasklaar antwoord. Ik ook eigenlijk. Maar misschien, omdat ik al een tijdje zat, wat Pascal zijn vraag, zijn link naar de economie en dat sociale. Er zijn een aantal initiatieven, en in België is er ook zoal iemand al bezig, met binnen ondernemingen, juist rond die termen van ondernemerschap en productiviteit en wat dan ook, te gaan nadenken vanuit die sociale structuren of vanuit de manier waarop die een groter bedrijf inderdaad kan georganiseerd worden, dat als een soort van gemeenschap. En we zien meer en meer, en zeker in Duitsland, dat er stichtingen zijn die geleid worden door filosofen of door sociologen. Die BMW bijvoorbeeld, zo in de Mercedes heeft ook zo'n organisatie, die nadenken over de organisatiestructuur van het bedrijf zelf. En meer zijn inderdaad, het is een ontwerpmatige aanpak, omdat je dus tast en observeert en op die manier tot prototypes komt. En ook in België zijn er een aantal bedrijven daarmee begonnen. Dus er is absoluut een link te leggen tussen die termen dat Unizo mee schermt en de termen dat wij mee schermen. Ik denk niet dat dat twee werelden zijn, ik denk ook niet dat het water te diep is. Het is gewoon zien op welke manier je die inzetbaarheid kunt creëren. Maar uiteraard, en de designers zijn de linking pin tussen de twee. Ik zie, wat Dirk zei, ik vond het heel erg juist. Een designer heeft een resultaatsverbintenis. Dat is een premisse. Anders ben je geen designer in principe. En ik vind dat die designer, die staat met één been in de, kan met één been in de ene wereld staan en in de andere wereld. En die verbinding, die zit zo mooi in wat daar gebeurt, in die processen, in de competenties van die man of die vrouw, in hoe dat ze naar de wereld kijken. En daar zie ik het grote belang van design. Daarom vind ik het ook belangrijk dat we ook blijven op benadrukken dat de invloed of de inbreng van design, designers, in dan het innovatiedenken en in de wereld van Unizo, dat je dat echt niet mag onderschatten.
En dat dat iets totaal anders gaat teweegbrengen dan wat alle innovatiecentra en kennisinstellingen gaan doen. Die dan spreken over een totaal andere orde van waar je naartoe gaat. Dus de verandering wordt hiermee ingezet. Maar er is iemand die daar niet mee akkoord is. Ik denk misschien even aan het... Mag... Kunt u iets luider spreken? Ik hoor containerbegrip en toen viel u weg. Tuurlijk. Ja. Ik denk dat we wat betreft het uitdiepen van de containerbegrippen, dat we dat even voor zo meteen gaan houden. Er is nog gelegenheid om met de deelnemers aan het panelgesprek te spreken. En het laatste woord is voor Katrien. Het is niet zo belangrijk, alleen niet zo baanbrekend, maar aanvullend op wat Pascal en Bernard net zeiden. En nadenkend nog over die 20 jaar, daar was ik nog over aan het nadenken van... Ik denk dat de rol van de makers gewoon veel belangrijker nog gaat worden. De makersindustrie gaat binnen dit en 20 jaar nog veel belangrijker worden. We gaan verplicht worden om in die toekomst, hoe dat we gaan wonen, leven, werken, ons verplaatsen, dat wordt belangrijker. En in die zin denk ik dat daar een belangrijke rol zal zijn. Oké, in ieder geval genoeg nieuwe uitdagingen gespot. Om ons zeker 20 jaar bezig te houden, zo is er niet meer. In ieder geval hartelijk dank. Dames, heren, voor dit gesprek. Jullie ook als toeschouwers. Tot zo. Blijf nog 2 minuutjes zitten. Ik ga nog heel kort afsluiten, omdat ze mij dat gevraagd hebben. Bedankt om hier allemaal te zijn. We hopen dat jullie het allemaal heel erg boeiend vonden en dat je er inspiratie uit gehaald hebt. Ik wil heel hard Annelies, Kurt, alle verschillende sprekers en paneleden heel erg bedanken. En ook nog laten weten, Mies en ik lopen hier nog rond met ook fysieke bedankingen die we heel graag overhandigen. Dus loop niet weg. Wij bedanken alle auteurs aan Quintessence van in 1992 tot nu. Voor al hun bijdrages, maar ook iedereen die geïnterviewd is. Alle grafisch vormgevers, de drukkers, de fotografen en natuurlijk onze lezers. Wij danken Flanders CC, het agentschap ondernemen, maar ook de beursschouwburg waar we ons hier bevinden. En wij hebben het nu wel gehad over het allerlaatste fysieke nummer van Quintessence, maar het houdt daar natuurlijk niet helemaal op. Wij zijn bezig binnen Flanders CC en Design Vlaanderen en Flanders Fashion Institute met het maken van een nieuwe website waarin een online magazine komt. In Valshoek is de creatieve economie, dus het is de creatieve sector en ondernemen was al aan bod komen, maar daarin is natuurlijk een heel breed gamma waarbinnen we toch heel veel dingen aan bod willen laten komen en ook promotie is een deel van onze taak, dus ook daar zal aandacht voor zijn, dus niet alles valt zomaar weg. Dus hou dat zeker in de gaten. Voorjaar 2017 gaan wij u weer inspireren, verhalen meegeven en op de hoogte houden van wat er leeft, rijlt, zeilt en wat er binnen de creatieve sector aan de hand is. Wat komt er nog? Als Katrien het heeft over de makers die binnen 20 jaar nog belangrijker worden, kom dan ook zeker naar Hands-on Design. Vanaf november in het Design Museum Gent, dat doen we samen met het Design Museum. Die triennale is de 8e triennale voor vormgeving en gaat echt over makers, economie, hoe makers en bedrijven samenwerken en wat dat allemaal teweeg kan brengen. Jullie hebben allemaal een drankbolletje gekregen als jullie binnenkwamen. Als jullie er nog één hebben, gebruik dat. Gebruik dat om ook een gesprek te voeren met de paneleden, met de mensen die de cases gebracht hebben. En u kan ook nog een exemplaar van het nummer van Quintessence meenemen. Er is ook nog het boek Conflict en Design beneden. En er zijn ook nog oude exemplaren van Quintessence. Als u uw collectie wil aanvullen of vervolledigen, dat kan ook. Wij hopen u op een volgende gelegenheid heel graag weer terug te zien. En bedankt om hier te zijn.